Goed dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van Rode JC TV. Vandaag kijken we terug op de wedstrijd tegen Feyenoord en wordt de wens van Gwen Geurts vervuld. Verder zien we hoe de jeugdopleiding van Roda samenwerkt met de scholen en we sluiten af met de visie van Ruud. Rode JC Kerkrade verloor zondagmiddag het thuisduel tegen Feyenoord met 0-1. In het Parkstad Limburg Stadion waren de bezoekers in de eerste helft te sterk, maar Roda herpakte zich in de tweede helft. Toch wilde de bal er maar niet in. Inderdaad. Het zat niet echt mee vandaag. Op welk vlak dan ook. Maar het was zonde. Ik denk dat er wel meer in zat. Hadden jullie vooral op basis van de tweede helft een punt verdiend? Ja, denk het wel. Omdat we toch voelden achteraan dat we redelijk stevig stonden. Omdat Feyenoord zeker kwaliteit heeft. Maar ik denk dat we zeker iets dat tegenover gezet hebben. En dat we dan ook de drang naar voren hadden. En ik zeg het, op bepaalde momenten zat het echt niet mee vandaag. Malky, de moesje. Malky. Van de voet gelopen, wil een strafschop. Maar de zin die weet voor niks. En Vink wil er niet aan. En de hele bank van Roda is ontgoocheld. Ja, dit is een strafschop. Martin Zin die heeft echt niet de bal te pakken, maar wel de aanvaller van Roda. Die penalty, ja, die hadden jullie wel mogen krijgen natuurlijk. Als je het aan mij vraagt, vind ik ook, maar dat is mijn mening. En wat er verder wordt gediscussieerd en zo, dat zal allemaal wel. We hebben er niet veel aan nu meer, dus het heeft geen zin om daar weer over verder te gaan. Maar als je het aan mij vraagt, vond ik het ook een penalty. Met wat voor gevoel kijk je nou terug op deze wedstrijd? Ja, eerste gevoel denk ik ontgoocheling. Ik voel dat ook in de kleedkamer nu, dat iedereen toch wel ontgoocheld is. Omdat je voelt dat er vandaag meer in zat. En ieder punt is op dit moment belangrijk voor ons. Dus als je vandaag kunt een puntje pakken, dan ga je in het klassement opnieuw een beetje naar boven. En dan ziet de wereld er anders uit. En dan kun je met een goed gevoel naar Zwolle. En nu zit er toch wel een gevoel van ontgoocheling. En dan zitten er ineens twee spelers en een trainer van Rode JC bij je op de bank. Het overkwam Gwen Geurts uit Heidhuizen. Stichting FC Robbenstein kwam met Rob Wielaert, Mark-Jan Vladeris en Regilio Vrede haar wens vervullen. Na een eerste voorzichtige ontmoeting gingen ze in een limousine naar voetbalclub voor een bijzondere training. Nou, wij hebben met mijn broers en mijn vader en mijn oudste dochter seizoenskaarten bij Roda. En we waren daar bij een wedstrijd en toen werd er een wens vervuld voor een jongen die mocht de aftrap doen in een rolstoel. En toen stond ik op de boarding, de namen van de stichting. En toen ben ik eens op de site gaan kijken. En omdat Gwen altijd zoiets heeft als ik daar weg ga, oh, mag ik ook mee? Maar dat mag natuurlijk nooit. En zodoende ben ik op die site terechtgekomen en heb ik eens gewoon gevraagd van, zou het leuk zijn om eens een training te komen geven? Ja, en dat werd eigenlijk al vrij snel beantwoord met, dat doen we. Dus erg leuk, ja. Ja, jullie trekken behoorlijk wat bekijks. Is dat normaal voor jullie bij een wensdag? Net als vandaag meestal niet, nee. Het is ook nog niet zo vaak voorgekomen dat wij bij een amateurclub een wensdag hebben georganiseerd. Dus automatisch dat daar dan ook meer mensen op afkomen. Dus dit, voor ons is dit eigenlijk wel uniek, ja. Ja. En waarom vind je Roda zo'n mooie club? Omdat Roda voetbalclub is. En die zijn de? Beste. Hey, en hoe vind je het vandaag tot nu toe? Leuk. Vond je het ook een beetje spannend? Ja. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder om te zien dat je met iets heel simpels eigenlijk. Het zegt al genoeg dat ze een wensdag hebben en dat ze een wens is dat ze met een trainer en een paar spelers van Roda een training kunnen gaan doen. Ja, dat. Wat ik al zei, dat is voor ons geen enkele moeite. En als je dan ziet hoeveel impact dat heeft op een kind en misschien wel het gezin en de vrienden daaromheen, ja, dan maakt het alles waar. FC Robbenstein is een stichting die voetbalwensen in vervulling laat gaan van kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gwen heeft Rubenstein-Taibbi-syndroom. Dat is een zeldzame chromosomenafwijking. Komt maar bij ongeveer 70 mensen waarvan ze het weten in Nederland voor. Dus heel veel artsen en zo weten er ook niet zoveel van. En wat heeft ze dan? Een verstandelijke beperking.
En ja, wat uiterlijke kenmerken, maar dat moet je denk ik weten om het te zien, zeg maar. Maar nu is ze lekker aan het trainen en ik denk, ja, als dadelijk alles achter de rug is, dat ze er lekker van na kan gaan genieten. En ja, het hele gezin geniet ook. Als ik vader en moeder zie stralen, dan daar doen we het uiteindelijk voor het hele gezin. Na de training van een uur werden er nog meer cadeautjes uitgedeeld. Zo kregen Gwen en haar team 2 dagjes uit. Ze mogen nog een dagje naar hoofdsponsor Toverland en natuurlijk ook nog een wedstrijd van Roda bezoeken. Op dit moment telt de jeugdopleiding van Roda JC 10 teams. Dat betekent dat er ruim 200 jongens in Kerkrade voetballen met de hoop dat ze ooit prof kunnen worden. Helaas is dat niet voor alle spelers weggelegd. Daarom is het ook heel belangrijk om naast het voetbal gewoon naar school te blijven gaan. Bij Roda draait het om de sport. Maar in de jeugdopleiding is het behalen van een diploma nog belangrijker. De ervaring weten we dat het voor slechts heel weinig kinderen weggelegd is. Dus wij vinden als opleiding het absoluut belangrijk en een vereiste dat spelers ook een maatschappelijk diploma halen in de tijd dat ze hier in de opleiding zitten. Hoe zorgen jullie ervoor dat dan de opleiding niet botst met de school? Nou, daar stemmen we de zaken goed voor af. Topsport en studie is heel moeilijk te combineren, maar het is wel te combineren. En dan moet je dus goed in kunnen afstemmen. We maken afspraken met scholen, maar afspraken met kinderen. En uiteindelijk moet het leiden tot een programma dat te doen is voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Ja, 's morgens sta ik om 6:15 op. Dan ga ik word ik om 7:20 met het busje opgehaald met andere leerlingen en jeugdtalenten dan. Dan heb ik school van 8:30 tot 3:30. En dan word ik daar ook weer met een busje opgehaald. En dan ga ik naar de training toe. En dan train ik. En na de training word ik opgehaald door mijn ouders. En dan ga ik naar huis. En dan ben ik meestal rond 7:30 thuis. En dan moet ik nog eten en huiswerk maken. En de volgende dag begint het weer opnieuw. Dat is een behoorlijk pittig schema. Ja, dat kun je wel zeggen. Ervaar je het ook als lastig of als zwaar? Of vind je het eigenlijk, is het goed te doen omdat je het allemaal leuk vindt? Ja, het is goed te doen dat ik het leuk vind. En ja, voetbal ja, is eigenlijk ja, mijn leven, als ik, ja, zoals ik het kan zeggen. Naast de tijd die spelers doorbrengen op de club, gaan ze ook fulltime naar school. Op de verschillende opleidingen van de voetballers werken ze graag mee aan de sportieve toekomst van hun leerlingen. Daarom wordt er door school en club samen een lesprogramma opgesteld. Nou, leerlingen bijvoorbeeld die heel sportief zijn, daarvan vinden wij het belangrijk dat ze naast waar ze heel goed in zijn, bijvoorbeeld voetballen, ook kennis maken met andere takken van sport. Dat hoort ook bij een stukje motorische ontwikkeling. Maar het betekent wel dat we ze ook tijdens schooltijd optimaal in de gelegenheid willen stellen om bijvoorbeeld te trainen bij Roda JC. En wij zijn er inmiddels van overtuigd dat onderwijs niet alleen maar betekent dat je les krijgt van een docent op een bepaald vaststaand moment, maar dat je ook andere tijden in het onderwijsprogramma kunt gebruiken om de lesstof door te nemen. Dus wij proberen daar heel flexibel in te zijn. Misschien moet je het ook wel zoeken in een stukje leren kennen van het kind, want de school weet veel beter welk kind je voor je hebt dan wij. Want we hebben hem maar 4, 5, 6 uur per week hier. En de school heeft hem 14 uur, bij wijze van spreken. Hoe betrekken jullie ook de ouders in dit hele proces? Ja, de ouders die hebben een hele voorname rol. Inmiddels is wel duidelijk dat de ouders misschien wel meer dan de helft van de invloed hebben op het kind dan wat school en wat de sportclub te bieden heeft. En het is voor ons ook heel belangrijk die ouders als partner mee te nemen in het verhaal. Want die ouders die kennen het kind het beste. En daar moeten wij gebruik van maken. Nou, hij heeft wel heel veel tijd nodig voor het voetballen. Maar ja, dat vindt hij leuk. En zolang het op school goed gaat, dan vinden wij dat als ouders ook eigenlijk prima. En wat is uw rol als ouder dan in het geheel? Om hem toch iedere keer eraan toe te zetten voor zijn huiswerk te maken. En ja, voor goed zijn best te doen op school. Hebben jullie dan ook overleg met de school, de ouders en de Roda, dus alle drie bij elkaar? Ja, er zijn vaste momenten waarbij we evalueren. Dus kijken van hoe is het gegaan de afgelopen periode en wat kan er beter. En ook vooruitkijken van waar gaan we de komende tijd aan werken. Ja, wij ervaren de samenwerking als heel prettig. We hebben regelmatig overleg, zowel over de organisatorische samenwerking, maar ook overleg op leerlingniveau. En op dit moment ervaren wij de samenwerking als prima. En de leerlingen zijn dus ook tevreden?
De leerlingen zijn tevreden. De leerlingen zouden natuurlijk wat minder naar school willen en wat meer willen voetballen. Maar goed, daar zijn ook wettelijke regelingen aan verbonden. Maar wij proberen elkaar daar optimaal in tegemoet te komen. Hey, nou is de kans heel erg klein dat je het gaat halen, maar denk je dat het voor jou erin zit? Kan je het halen? Ja, maar dan moet ik wel nog heel veel verbeteren. En elke training en wedstrijd mijn best blijven doen. En hopen dat ik een kansje krijg. En waar zou je graag willen eindigen? Ja, toch wel in het eerste van Roda. Maar eerst nog deze jaar gewoon flink mijn best blijven doen. Eerst in Jong Roda komen en dan mijn kans pakken in het eerste als die er zou komen. Met een opleiding erbij? Ja, hopelijk wel, ja. Vrijdagavond opent Roda de 27e speelronde. In het IJssel Delta Stadion is PEC Zwolle de tegenstander. Deze wedstrijd werd slechts 12 keer eerder gespeeld en de balans is licht aan het voordeel van de bezoekers. Roda won er 5 keer. Na afloop van het duel tegen Feyenoord voelde Roda zich opnieuw benadeeld door de scheidsrechter. Na 3 onterechte rode kaarten werd de thuisploeg nu een penalty onthouden. De frustratie over de scheidsrechter groeit in Kerkrade, maar blijft nog altijd binnen de perken. Je kan je ongenoegen kenbaar maken, wat ik ook doe na afloop. En ja, goed, dat is het enige. En je kan, binnenkort hebben we natuurlijk wel met de coach betaald voetballen algemene ledenvergadering. Dan zal dit ook naar voren komen, want dan komt het handvest van zeg maar de winterstop naar voren. Ja, dan kan je ongenoegen kenbaar maken. Men praat over respect en ja, ik vind het bijna ongekend. Ik heb het ook, wat ik de vorige keer zei, nog nooit zo meegemaakt. Maar hoe ga je respect afdwingen als je dit soort fouten ziet? Maar met name ook in je commentaar na afloop, in de arrogantie bijna, ja, jezelf bijna niets gaat verwijten. Vlak voor de aftrap tegen Feyenoord kreeg tweede keeper Matthäus Broes te horen dat hij moest invallen voor Kuto, die vanwege een rugblessure moest afhaken. Ja, absoluut niet eenvoudig voor hem als je op het laatste moment hoort. Hij bereidt zich natuurlijk wel voor, maar ja, het is heel wat anders als je moet beginnen. Kort gezegd heeft hij dat natuurlijk naar behoren gedaan. Ik denk buiten het voetballende gedeelte, zijn uittrappen vanaf de grond, dat is trainbaar. Maar die waren niet zo best, maar hij heeft wel de reddingen verricht. Uit zijn doel durft hij te komen bij flankballen. En ja, hij was geconcentreerd daarin, dus dat heeft hij goed gedaan. Wederom in een tweede topwedstrijd, want tegen Ajax moest hij dan ook aan de bak. Dus dat geeft weer voor ons reden tot nadenken, zo simpel is het. Met het feit hoe Philip ervoor staat, ja, die is natuurlijk nog geblesseerd. Promovendus PEC Zwolle valt dit seizoen in positieve zin op met aanvallend voetbal. De ploeg van Art Langeler staat momenteel op de 15e plaats met 1 punt meer dan Roda. Nou, wat je ziet, een voetballend team met... Ik weet natuurlijk met mijn verleden, als jij voor het eerst in de Eredivisie weer terugkomt, dan ga je onbevangen spelen. Maar dan wil je natuurlijk wel laten zien wat je kan. Maar ze kunnen wel voetballen, anders word je geen kampioen. En ze hebben ook de juiste spelers aangetrokken. Dus het is goed om te zien. Als je thuis wint van Feyenoord, heb je ook bepaalde kwaliteiten. Maar aan de andere kant staan ze dicht bij ons. Dus ze zullen ook iets verkeerds doen, laat ik het dan zo zeggen. En ja, ik kijk in dit optiek meer naar mijn eigen team dan dat ik echt super naar Zwolle ga kijken en me aan ga passen. Zwolle speelt natuurlijk op kunstgras. Ben je daar ook nog mee bezig? Gaan jullie deze week ook gewoon dan op kunstgras trainen? Ja, dat moet je ook gaan doen. Omdat ik heb bij Heracles Almelo gezeten en het is dezelfde leverancier. Ik weet wat zo'n kunstgrasmat doet. Ze sproeien het ook, dus dat geeft gewoon, dat zag je ook steeds in de thuiswedstrijden. Zij zijn dat gewend, dus dat gaat iets sneller, de bal stuit wat anders. Dan moeten wij dus op anticiperen en op een kunstgrasveld komen. En zelfs nog nabootsen dat we het ook eventueel kunnen sproeien. Maar goed, gezien de vorst, maar ook de vochtigheid, maakt het al gladder. Dus ik ben blij dat het dit weerstype is, omdat zou je op een droog kunstgrasveld trainen, ja, dan heb je helemaal niet hetzelfde effect, maar het heeft wel degelijk invloed. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je alle losse items uit ons programma nog eens terugzien? Dat kan op rodejc.nl. Volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan vertellen de Belgische spelers hoe ze denken over de WK-kwalificatie van de Rode Duivels. Tot dan!